De dag der Marons of Vimang Pansude moet gezien worden als een dag van de identiteit. Dit zegt Elvira Sandi, directeur van het directoraat cultuur, vanmorgen na de kranslegging bij het monument van 10 oktober 1760. De cultuurdirecteur gaf verder aan dat de Marons zelf moeten bepalen hoe zij gezien willen worden. Dus zij bepalen zelf hoe zij hun identiteit invullen. Sandi benadrukt dat de Maroncultuur zeer gewild is bij de, vooral de buitenlanders die naar Suriname komen. En dat moet gekoesterd worden. Dat is de viertak dat is er naam. Vastpa de Maronetje de cultuur. Nou, een precies aan het takje voor Carifesta. Maar trak onder de toe. Sade wa shi voor jou. Voor jou want dat de shi u lek kondre. Hoe heb je huiswerk, broer, dan is dat. U ab huiswerk omdat na ons refe bepaal sumanawi voor wantjaru srefi. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling zegt dat bij het herdenken van deze dag het verleden, het heden en de toekomst met elkaar verbonden moeten worden. De lessen uit het verleden worden dan overgedragen aan de volgende generatie, zegt de bewindsman. U hoort ook André Misikaba, minister van Sociale Zaken, die president Bouterse vertegenwoordigde. Hij geeft aan dat de afstammelingen van de slaven nog steeds vechten voor een plek en dat zij niet moeten vergeten van waar zij komen, benadrukt de bewindsman. Herdenken, Hesenia, omdat hetgeen dat herdacht wordt met eerbied wordt bejegend en het gemeenschappelijke streven van de mensheid naar wederzijds begrip, respect en gerechtigheid opnieuw wordt bevestigd. De strijd van de Marons is één geweest tegen onrechtvaardigheid, tegen onderdrukking en onmenselijkheid. Deze moedige strijders hebben ervoor gekozen om de plantages te verlaten, om in het onbekend oerwoud een bestaan op te zetten met alle gevaren van dien. En voor man doet dat die, dat je voor een feitje gaat zeggen, hoe nou man doen. Meke we taki, fiti dat we doen. En eigenlijk, Basia, papa. We kai alasana man, voor de taanasi. Meke den, teke ten voor luku, afasifa we kutu abuskonde. En mi apoita ke mo bete mo ke fa president fa minister fu ero taken. Naso. Ataki ana tobi fa sani tang e fa muliki. Naso. De man abia dekiatifu chen ko po chen ya kutu. Naso. André Misikaba, minister van Suzavo, die president Bouterse vertegenwoordigde. En daarvoor minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. Zij spraken vanmorgen na de kranslegging bij het monument van 10 oktober 1760. De bewindslieden gaven van aan dat Marons niet met elkaar moeten vechten, maar juist bij elkaar moeten komen, vooral bij het gedenken van de Dag der Marons of Vimang Pansude.